We staan in de Heemskerkse Duinen met een wandelcoach. Ja, ik ben wandelende loopbaancoach hier in de duinen van Heemskerk. En waarom? Nou, ik ben heel graag buiten in beweging. Ik ben al jaren personeelsadviseur en ik kwam op een punt in mijn carrière dat ik dacht, ik wil heel graag mijn kennis en ervaring delen met andere mensen. En omdat ik heel graag buiten ben en wandel, kwam de opleiding tot wandelcoach ontzettend goed op mijn pad. En wat doet een wandelcoach? Nou, ik coach mensen, maar dat doe ik samen wandelend in de natuur. Dus ik zit niet achter een bureau of tussen vier muren, maar samen met mijn klant wandel ik. En met wat voor vragen komen de klanten? Nou, ik ben echt een loopbaancoach, dus mensen komen met vragen over hun carrière. En vaak zit die vast. Mensen komen doodmoe thuis of hebben misschien een conflict op het werk en komen daar zelf niet uit en zoeken hulp. Nou, jij bent gecoacht door een wandelcoach. Wat was je vraag? Mijn vraag was, ik ben na 37 jaar dienstverband ben ik boventallig geworden en was op zoek naar mezelf. Wat ga ik nu uiteindelijk doen? En belangrijk was voor mij van de balans werk-privé. En als ik dan wat zou willen, dan wil ik gewoon plezier in mijn werk en ik wil daar energie van krijgen. En daar kwam je zelf niet uit? Ik denk dat het altijd goed is om even een klankbord te hebben. Je moet niet alles zelf willen uitzoeken. En als daar een professional voor in te huren is, graag. Want hoe ziet zoiets eruit, zo'n wandeling? Kun je dat beschrijven? Ja, we beginnen altijd met 10 minuten stilte, aankomen in het moment, een stukje mindfulness, je lijf voelen, ontspannen. En dan afhankelijk van de vraag doen we een aantal oefeningen en daar zet ik de natuur bij in. Bijvoorbeeld als iemand wil kiezen, ga ik op een kruispunt staan en dan zeg ik, pad links, pad rechts, welke voelt goed, welke kies je en waarom? Of bijvoorbeeld als er een omgevallen boom ligt, dat kan een hindernis, een belemmering zijn. Van hoe voel je je nu? Wil je er overheen? Wat is er aan de andere kant van die boom? Ga je links? Ga je rechts? En dat zijn hele mooie metaforen om in te zetten. Om op een wat creatieve manier naar oplossingen te zoeken. En wat voor oplossingen komen er dan bijvoorbeeld uit? Nou, bijvoorbeeld iemand voelde zich heel goed bij een bepaald pad. Maar daar zaten wel wat wortels in het zand. En zei van, eigenlijk wil ik daar overheen stappen en ik ga meer bellen. En toen is ze klanten gaan bellen en ze heeft een opdracht gekregen. En dat was echt een heel mooi moment voor haar om door te zetten. Ja, want een pad is niet altijd geëffend. Daar moet je wat voor doen. De thema's, we kijken bijvoorbeeld naar belemmeringen. Hè? Dus als iemand, als iets niet lukt, wat zegt dan jouw stem in jouw hoofd? En je hebt een hele mooie oefening, die gaat over je innerlijke vriendin ontmoeten. En daar ga je dan mee wandelen. En welk liefdevol advies geeft deze vriendin jou? Want iedereen komt op een punt dat het iets niet lukt. En dan gaat er een stem praten in je hoofd. Zie je nou wel? Dus bijvoorbeeld zo'n liefdevolle vriendin, die ontmoeting, dat zit erin. Een stukje energie. Wat geeft jou energie? Wat kost jou veel energie? Want iemand komt vaak doodmoe thuis. En daar ook mee aan het werk gaan in je eigen werksituatie. En waarom de combinatie wandelen, coachen? Wandelen, coachen. Nou, ik weet niet wat je gevoel hierbij is, maar ik hoor vogeltjes. Er is hier rust. Dus weg uit die drukte, in godsnaam. En wat ik leuk vind, als je met elkaar in gesprek bent, dan ga je je beelden onthouden. Zoals bijvoorbeeld een unieke boom of iets anders in de omgeving. Ja, en daar word ik alleen maar vrolijk van. En dat vind ik veel fijner dan zo'n duffe spreekkamer. Ergens weet ik veel waar. En dat je dan een gesprek hebt en wat je eigenlijk de dag daarna alweer bijna vergeten bent. En heb je antwoord gekregen op je vragen? Ja. Ik ben heel blij met de coaching. Waarom? Omdat ik nu toch iets gevonden heb wat heel dicht bij me ligt. En zij heeft me dermate uitgevraagd en met voorbeelden gekomen waar ik echt gewoon wat mee kon. Van waar krijg je nou energie van? Hoe bleef je nou je plezier in je werk? Vooral ook de balans werk-privé. Dat heb ik gevonden. Ik vind, voordat je ziek wordt, hè, bijvoorbeeld een burn-out krijgt, kom naar een coach. En dat is je advies? Ja, zeker. En kom in beweging.